Na 4 weken zijn de grote parkeerplaatsen bij de stranden van Goeree-Overflakkee niet langer gesloten. Volgens de gemeente houden bezoekers zich goed aan de afstandregels. Nou, wij denken zelf dat het heel goed beheersbaar blijft. Om dat in de gaten te houden hebben we dagelijks politie en BOA's actief. Die in goede samenwerking kijken wat er gebeurt. En of de maatregelen goed opgevolgd worden. Op het moment dat het mis zou gaan, dan kunnen we opnieuw besluiten om ze weer dicht te zetten. Ja, ik had voor de zekerheid vanochtend even gekeken op internet en ik zag die grote plaatsen, die zijn weer geopend. Dus ja, dan gaan we weer. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Alblasserdam. Nou, dat is wel een eindje rijden. Ja, een stukje rijden, maar daar heb ik het wel voor over even op de zondagochtend. Heeft u het gemist om naar het strand te gaan? Ja, ik heb het wel gemist, tuurlijk. Het is jammer dat die strandtenten nog niet open zijn, maar ik heb het wel gemist. Maar eigenlijk zouden we toch thuis moeten blijven? Nee, dat idee heb ik niet. Ik denk dat we hier niemand kwaad mee doen. Omdat, nou ja, zoals je ziet, het is leeg. En als je mensen tegenkomt, is het echt geen probleem om daar netjes omheen te wandelen. En nou, hier naartoe zit je in je eigen auto. En waar komt u vandaan? Uit Rotterdam. Het centrum. Dat is, ja, lijkt een beetje vreemd. De premier zegt, blijf binnen, ja. Maar de parkeerplaatsen gaan open. Ja, maar ik denk dat het langzamerhand niet meer te houden is. Dat zie je, dat merk je ook om je heen. Dat mensen zeggen, ik heb het nou al gezien. En ik denk ook, ja, je leest het ook in de krant eigenlijk. Dat mensen het al, ja, het is een kwestie van leven of doodgaan. Maar het leven is ook leuk. En binnenzitten, dat is ook niks. Dus dat hou je niet vol, denk ik. Langer dan dit. In Hoek van Holland werd het wel even druk. Daarom werden de parkeerplaatsen bij het strand aan het begin van de middag weer afgesloten.